Humberto. Wat leuk om jou te zien. Ja, leuk om jou te zien. En sorry dat je stoor bij het eten. Ja, nou geef niks als twee bekende Nederlanders elkaar ontmoeten. Dan is dat een unieke kans. Dan is dat een code gewoon. Dit is een tekening, Kees. Ja, het is niet waar. Het is... Nou, het is een gouache. Het is een gouache. Het is een gouache? Ja, ik teken ze zelf ook zo ongeveer. Maar vandaag ben je volgens mij wel voor iets moois hier, toch? Daar kom ik voor iets moois. Is het af? Het is af. En? Bevalling? Geweldig. Ja? Oh. Dus je bedoelt de tekening? Ja. Oh, het is een verlossing. Het was het allermoeilijkste werk dat ik ooit heb gemaakt. Oh ja? Oh, het was een verlossing toen ik het werk af had. Denk, jeetje, wat heb ik dat gemaakt? Oh, het... En ik was ook helemaal uitgeput. Want ik heb zo klein, zo minutieus moeten werken. Ik heb nog nooit zo klein en minuscule lijntjes en details moeten aanbrengen. Alles zie je. En gewetensvraag misschien? Ik weet niet precies hoeveel stoeltjes er zijn in de arena. Heb je dan alle stoeltjes... Is het een exacte weergave of is het een weergave zoals jij het ziet? Ik heb er een 97% exacte weergave van gemaakt. Want het was ontzettend moeilijk om in die stoeltjes het logo en de naam van de voetbalclub erin te zetten. Want dat was zoveel precisiewerk. Het zo strak mogelijk dat goed zichtbaar is. En het is me wonder wel gelukt. En er moet nog allemaal een kleurennuance. En dan heb je een heel groot stuk papier liggen, denk ik. En dan moet je die... Maar stel nou, ik weet niet of dat wel eens gebeurt. Stel nou dat je dan net misschien verkeerd tekent. Kan dat? Jazeker. Maar daar heb ik al lang wat op gevonden. Dan heb ik een speciale inktstuf. En dan stuf ik dat lijntje weg. Ah. En ik werk met plakkaatverf. En plakkaatverf is dekkend. Dan ga je over iedere lijntje heen en dan zie je wat je verkeerd hebt getekend, zie je niet meer terug en daarnaast helemaal correct en perfect. Wauw. Ja. Liggen die wel eens van wakker? Soms wel. Als ik er niet uitkom, als ik er tegenop zie, door een hele moeilijke fase te maken, dan heb ik soms wel eens moeite in slaap te komen. Maar is het achter de rug, dan kan ik mij weer met een gerust hart slapen. Ik heb nog niet gezien, hè? Dus ik ga hem in de uitzending pas voor het eerst zien, hè? Straks, Kees Momma en documentairemaker Monique Nolte. Kees vliegt uit, moet in première gaan in de Johan Cruijff Arena. En daarom tekende Kees het stadion tot in de kleinste details na. We gaan ze erbij roepen en de tekening onthullen. Kees en Monique. Ga zitten, Kees. Ja. We zagen de aanloop. We zagen je in het stadion. We zagen je kijken. Je was overweldigd. En dit is het... Daar ligt het. Daar ligt het. Kijk eens even, Humberto. Zo. Het is ongelooflijk.